Breda Nu. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Loeihard, Vrij Projecten en Goed Zooi. Ja, het is alweer tijd voor de derde aflevering van Mike's Mini Pupkes. Ik heb er nog steeds super veel zin in. Ik hoop mijn kandidaten ook. Hebben we er een beetje zin in, mannen? Zeker. Goed zo, goed om te horen. Jij bent Elias. Ja, zeker. Stel jezelf eventjes voor aan de mensen thuis. Ik ben Elias, ik ben 35 jaar. Ik ben creatief de baas van Goed Zooi. Mijn lievelingseten is friet. En ik vind hondjes leuk, vooral puppies. Ja? Ja. En wat kan ik jou straks voor wakker maken? Frietje met. Frietje met? Ja. Dat vind je lekker? Ja, zeker. Dan mooi. Aan deze kant heb ik Sander. Dat Vertel, klopt. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben toekomstbaas van creatief bureau Goed Zooi. Ja. Dit is mijn collega Elias. Ja. En ik ben 24 jaar. Wat moet ik nog meer vertellen? Nou, ik vind het al. Maar jullie zijn vrienden en collega's. Ja, voornamelijk collega's. Na deze show denk ik niet meer vrienden. Maar we ben je ook extra gebrand nu om van hem te winnen? Nu zijn we even collega's. Ja. Oké. Ja, ja. Extra gebrand om van hem te winnen? Ja, zeg maar, sowieso. Als hij verliest, dan krijgt hij dat 3 maanden nog wel te horen. Ja, hij vier. Hij vier. Ja. Nou, het is spannend in de studio volgens mij. Heb je nog hobby's? Voetbal. Lekker sporten, dat soort dingetjes. Ja? Ja. Jij? Drinken. Vooral veel drinken. Drink maar. Heeft het te maken met jouw knop? Druk eens even op de knop. Geen kater, drink water. Dat heeft ermee te maken, ja. Geen kater, drink water. Ja, je hebt vaak een kater? Af en toe. Af en toe? Ja. Op jouw knop, welk geluidje zit eronder? Ik weet het. Ik weet het. Nou, hopen dat jij veel gaat weten deze aflevering. Ja. Nou, het is heel simpel. Wie aan het eind van ronde 3 de meeste ballen in de vaas heeft, die wint het spel. Of die mag door naar de finale. Mm-hmm. Ja? We gaan naar ronde 1. En in ronde 1 is het tijd voor de fotoronde. De kandidaten krijgen 6 foto's te zien en de vraag is bij elke foto hetzelfde. En deze aflevering is dat, van wie is deze auto? Hier is een auto. En de vraag is, van wie is die auto? Hoe dan? Ja, je ziet het vanzelf. Hier is de eerste foto. Van wie is deze auto? Ik had het De Dukes of Hazzard. De Dukes. Helemaal goed. Oh, je moet ook echt snel zijn. Dit is even makkelijk om erin te komen. Je moet snel drukken. Snel drukken op die knop. Ben je klaar voor, Sander? Ik ben een soort van klaar voor. Oké, van wie is deze auto? Mr. Bean. Ja. Mr. Bean. Goed zo. Maat. Hij heeft ze al gehad, of niet, deze foto's? Nee, we hebben nog niks met elkaar besproken. Dus het staat nog steeds gelijk. Hey, de volgende, vraag nummer 3. Van wie is deze auto? Ik weet het. De Blues Brothers. De Blues Brothers, goed zo. Ja, goeie, ja. Goeie muziek van de Blues Brothers. Ja, lekker toch? Ja? Ja, het is een van mijn favoriete films wel. Ja? Ja, echt. Oh, leuk. Ja. We gaan naar de vierde foto. Van wie is deze auto? Een kater, drink water. Ja? Nu zeggen? Nee. Je weet het niet, dan mag Sander nog raden. Ik heb echt geen flauw idee. Hij is van Donald Duck. Donald Duck, het wagentje uit de strips met de 313 kentekenplaat. Nou, dat hadden we wel moeten weten. Ja, jij herkent hem wel nu, toch? Nu ik het heb gezegd. Ja. Ja. We gaan naar de volgende. Foto nummer 5. Van wie is deze auto? Een kater, drink water. Het is Knight Rider. Ja, Knight Rider. Michael Knight was ook goed Michael geweest. Knight, ja. De laatste foto van 2 mensen deze auto. Van 2 mensen. Ik wil allebei de mensen horen. Okay. Hier komt die. Van wie is deze auto? Een kater, drink water. Bassie en Adriaan. Bassie en Adriaan. Hij is niet normaal snel, goed deze gedaan. Man. Oh, dat wordt al auto's. Auto's is niet helemaal jouw ding, of wel? Nou, ik heb wat meer incubatietijd nodig, denk ik. Nou, komt goed. Misschien in ronde 2 zit je er lekker erin. Ja. Je hebt 2 punten verzameld. Misschien je hebt 8 punten verzameld. En met die score gaan we door naar ronde 2. Het is weer tijd voor de meerkeuzeronde. De kandidaten krijgen een vraag voorgeschoteld en daar passen 4 antwoordmogelijkheden bij. De vraag is, wat is de juiste? Zijn we er klaar voor? Ja. Hier is de eerste vraag. Waar woonde vanaf 1920 de laatste Duitse keizer Wilhelm II? Pittige vraag. Is het A in de Eikenhorst, B in Huis Marseille, C in het Duivelshuis of D in Huis Doren? In kater, drink water. Ja, Elias? Ja, dat moet antwoord A zijn. De Eikenhorst? Nee. Dat is de villa in Wassenaar. Dat is nu de residentie van Willem-Alexander. Sander, jij mag het nog een keer proberen. Dan ga ik toch voor C, Duivelshuis. Duivelshuis is ook helaas fout. Het was Huis Doren. Ja, pittige vraag om mee te beginnen. Deze was wel lastig. Ja. Deze was ik geef hem toe, lastige vraag. Ja. We gaan door naar vraag nummer 2, sport. Sport, dat is het ding, Elias? Dat is niet mijn sterkste kant. Nee? Nee. Hou je wel van sport? In mijn hoofd.
in je hoofd. jij bent sportief, hè? Ja, dat zeggen ze. Ja. Dat zeggen ze. Misschien is deze vraag voor jou. Wat is geen officiële golfterm? Is het A, albatros, B, birdie, C, eagle of D, turkey? Elias was als eerst. Antwoord A. Albatros is wel een golfterm. Dat is 3 slagen onder par, betekent dat? Dus D, turkey. Turkey, ja, dat is goed. Want turkey, weet je bij welke sport dat wordt gebruikt? Bij bowlen. Bowlen. En wat heb je dan? Volgens mij 3 strikes achter elkaar. 3 strikes achter elkaar, ja, goed zo. Ja. Geen bonuspunten verdiend. Ja, kunnen we veel meer van dit soort vragen doen? Nee, doe maar niet. Okay. Geen sportvragen meer. We gaan naar vraag nummer 3. In welke attractie in de Efteling moet je uitkijken voor de witte wieven? A, is dat in Vogelrok? B, in de Fata Morgana? C, in Baron 1898? Of D, in de Vliegende Hollander? Ik weet het. Sander. Ik zou zeggen C, de Baron. Helemaal goed. Wat? De witte wieven, die zitten dan... Kijk, wordt warm, hè, nou? Ja, je kent de Baron, hè? Okay. Je kent de Baron, hè? Ja. Dan gaan ze naar beneden en dan in dat gat dan zitten de witte wieven. Oh, is dat het? Ja, dan moet je even uitkijken. Dat wist ik niet. Durf je de Baron? Ja. Goed zo. Ja, vind ik wel leuk. Huh? Leuk. Vind ik ook een leuke achtbaan. Ik hou echt van de Efteling. We gaan door naar vraag nummer 4. Literatuur. Oeh. Welk boek is geschreven door Hugo Claus? A, Het verdriet van België. B, De ontdekking van de hemel. C, De avonden. Of D, Max Havelaar. Welk boek is geschreven door Hugo Claus? Elias? Ik ga voor antwoord B. De ontdekking van de hemel is van Harry Mulisch. Helaas, niet van Hugo Claus. Dan zeg ik A, Verdriet van België. Dat is helemaal goed, Hugo Claus. Jongen. Het Verdriet van België. Gewoon leuk, hè? Nee, die andere 2 die waren duidelijk niet van Hugo Claus. Okay. Nee? Ja. Nee, de avond van Gerard Reven en Max Havelaar van Multatuli. Ja. Lees je veel boeken? Nee. Ja, soms. Als ik er zin in heb, meer inhoudsboeken. Niet echt verhalen. Oké. Ja. Inhoudsopgaves. Inhoudsopgaven en de achterflappen, dan heb je het zo gehad. Hey, we gaan naar vraag nummer 5. In welke stad speelt de ziekenhuisserie Grey's Anatomy zich af? Is dat in San Francisco, in Philadelphia, Seattle of Boston? Ik weet het. Sander? Volgens mij A, San Francisco. Dat is helaas fout. Oh. Helaas. Mag Elias? Dan ga ik voor antwoord D, Boston. Ook fout. Oh. Ah, jullie kennen de serie niet. Seattle was het. Seattle. We hebben een gelijke stand, 8-8. Oeh. Dus wat een spanning, dames en heren. Ja. Ik voel het. Spanning is om te snijden. Nee, ik voel het eigenlijk niet. Je voelt het niet? Nee. Ja, moet aan de mensen thuis. Ik ga hem nu genadeloos afmaken. Oké, laat het hopen. Muziek, is dat jouw ding? Een beetje. We gaan naar de muziekronde, ronde 3. Ja, de muziekronde. De kandidaten krijgen een fragment te horen van een lied. We zijn op zoek naar de titel en de artiest van dat nummer. Hier is de eerste opgave. Elias, heel snel. Dit zijn de Pointer Sisters. I'm so excited. Excited? Nee. Dan mag Elias, of Sander, sorry. Sander, maar nog een keer. Ik zat iets met I'm Still Standing, maar ik weet niet wie dat... Van? Weet ik niet. Oh, ja, natuurlijk. Elton John. I'm Still Standing van Elton John. Geen punten. Stand blijft nog steeds gelijk. We gaan naar de volgende. Vraag 2. Handje in de lucht. De wereld kreeg een kleur erbij. Nee. Niet in de muziek. Nee. Dit is ver voor mijn tijd. Dit is Koos Albert. Met Zijn het je ogen. Oh. Ja. Zijn het je ogen. Ja. Je kent hem wel. Ja, we kennen hem wel. Alleen het begint de intro. Is lastig. De volgende vraag is misschien wel meer van jullie tijd. We gaan naar luisteren. Hier is opgave nummer 3. Heel snel. Ja, dit is Michael Bublé. Met de titel... Nu zeg ik... Dit is Michael Bublé met de titel natuurlijk... Nee, jij hebt hem niet. Sander, maar nog een keer proberen. Nee, ja, volgens mij is de artiest wel goed, maar de titel zou ik ook niet weten. Dus dat is Michael Bublé met het nummer Everything. Oh, helaas. Ja. We gaan nu aan een ander onderdeel in deze muziekronde. Je krijgt een nummer te horen, maar dan in een ander jasje. Mm-hmm. Ja, we zijn alleen maar op zoek naar de titel van het nummer. Alleen de titel. Ja? De eerste hit, kan ik wel zeggen, is in een Wild West jasje gestoken. Dus we gaan naar de Cowboys. Hier komt hij. Okay. Je ziet jou rijden over de prairie. Luister goed. Ja, Elias?
titel, hè? Never Gonna Give You Up. Ja, ja, goed zo. Van Rick Astley. Yes. Oh, ja, Never Gonna Give You Up. Ja, ja. Ah, het is wel herkenbaar, maar het is toch lastig om je vinger erop te leggen. Ja, het is best wel lastig, ja. We gaan naar de volgende. De laatste vraag van de muziekronde. Het staat 10-8. Dus je moet even nog 2 punten erbij halen om gelijk te komen. Ja? Moppen. We gaan naar een trompet. Trompetjasje. In een trompetjasje. Hier komt hij. Vraag nummer 5. Herkenbaar, herkenbaar. Ja, Elias? Dancing Queen? Dancing Queen! Oh, ja. Goed geraden. Yes! En dat betekent dat we de eindscore hebben. Ja. 8 punten voor Sander, 12 punten voor Elias. Wel triest eigenlijk. Dus nu krijgt hij daar heel de tijd te horen. Dat heeft. Nou, of nee, hij krijgt het te horen. Sander's motto is ook meedoen is belangrijker dan winnen. ja. Ja. Nou, dank. Ja. We gaan met Elias naar de finale. Oké, spannend. Daar gaan we. Ja, welkom in de finale, Elias. Dank je. Hoe is het met de zenuwen? Nou, ik heb een beetje klamme handjes, dus kom maar op met die... Wat hoort er een beetje bij in de finale? Helaas wel, helaas wel. Nou, komt goed, hou je rustig. Hey, je gaat punten verzamelen voor de grote finale. Ja. Elke vraag begint met de letter A. Okay. Ik krijg de minutentijd. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Nee, maar ja. Komt goed. Jouw tijd gaat nu in. Welk lied van Boudewijn de Groot staat al sinds 2003 elk jaar in de top 10 van de top 2000? Pas. Avond. Welke voetbalclub is vernoemd naar een Griekse held waarvan het hoofd ook in het... Ja, goed. Wat is de naam van de zoon van prins Harry en Meghan Markle? Pas. Archie. Hoe oud werd de zoon in het nummer De Vlieger van André Hazes? Pas. 8. Wie is onlosmakelijk verbonden aan de 40 rovers? Alibaba. Ja. Hoort het paard van Sinterklaas? Amerika. Ja. Wat is de vaste uitdrukking van Lucky de Leeuw? Als je me nou. Ja. Welke band zijn liedjes Voulez-vous en Dash Your Mother Know? Abba. Ja. Met welke tak van sport werd Ellen van Langen bekend? Atletiek. Ja. Wat is meestal de hoogste en de laagste kaart in een kaartspel? Aas. Ja. Welke presentator en theaterproducent was getrouwd met Onno Hoes? Albert Verlinde. Ja. Hoe heet de oudste dierentuin van Nederland, gelegen Artis? In Amsterdam? Ja. Wat wordt door de politie uitgevoerd met een blaaspijpje? Alcoholtest. Ja. Maak de zin af. Snoep verstandig eten. Appel. Wat is de hoofdstad van de provincie Drenthe? Assen. Ja, wie presenteert sinds 1991 het programma 2 voor 12? Astrid Joost. Goed. Hoe ging het? Wel oké, okay, ja. Ik vond, het ging lekker. Ja, ja. Ah, is wel jouw letter. Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Hey, je hebt 13 punten gescoord. Nice. Dat is een hele nette score. En we zien jou terug in de halve finale. Yes. Bereid je goed voor, hè? Ga ik doen. Hey, en vond je het nou ook leuk en wil je hier nou ook staan? Stuur dan een mail naar pubquiz@bredenu.nl en doe lekker mee. En dan wil ik u bedanken voor het kijken en tot de volgende keer bij Mike's Mini Pubquiz. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Loeihard, Fraai Projecten en Goed Zooi. Breda Nu.